De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie werden in de vorige video al even kort genoemd. En in deze video en ook in de komende video staan ze centraal. Want het zijn de twee grootmachten na de Tweede Wereldoorlog. Maar ze komen wel lijnrecht tegenover elkaar te staan. Ja, en tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden ze samengewerkt als geallieerden. waren waren bondgenoten geweest tegen Duitsland en tegen Japan. Maar ja, zo gauw het niet meer hoeft, willen ze niet meer samenwerken en begint de Koude Oorlog. En dat is een periode van vijandschap... Tussen deze twee grootmachten. En dat is misschien een beetje raar, dat je denkt van hè, eerst zijn bondgenoten en dan begint er meteen een periode van vijandschap. Maar dat heeft ermee te maken dat ze gedwongen werden om samen te werken tijdens die Tweede Wereldoorlog, omdat het gevaar van Hitler bijvoorbeeld groter was. Maar het liefst hadden ze niks met die ander van doen gehad, want uh, ja, ze vonden dat andere land niks. Tussen deze twee landen was namelijk sprake van zogenaamde ideologische tegenstellingen. En een ideologie, uh, dat wil zoveel zeggen als dat je een heel idee hebt, of een stelselijk van ideeën, over hoe de maatschappij er zou moeten uitzien. En uh, ja, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie die kijken heel anders aan tegen hoe de wereld, hoe de maatschappij eruit zou moeten zien. Hun ideologieën, die botsen, die zijn tegenovergesteld aan elkaar. Want uh, de Sovjet-Unie is communistisch en de Verenigde Staten die zijn kapitalistisch en democratisch. Hè, de Sovjet-Unie wil gaan voor een klasseloze samenleving, hè, dus iedereen moet zoveel mogelijk gelijk zijn qua bezittingen. Terwijl de Verenigde Staten zeggen: van nee, we hebben een gelaagde samenleving op basis van inkomen en bezit. Dus er zijn mensen rijker dan anderen. En die Sovjet-Unie vindt die klasseloze samenleving belangrijk omdat zij gelijkheid vooral ook belangrijk vinden. Mensen moeten dus, zoals ik zei, gelijk zijn in inkomen en bezit. En dat zie je dus bij de Verenigde Staten niet als die juist ongelijkheid. Maar, zeggen die Verenigde Staten, dat vinden wij ook niet erg, want wij vinden individuele vrijheid belangrijker. Mensen moeten uh, zelf hun ding kunnen doen en moeten zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien. En dat kan niet in zo'n communistische klasseloze samenleving als bij de Sovjet-Unie. Ja, bij de Sovjet-Unie zie je dan dus ook dat er één partij is, de communistische partij. die uh, het en zeilen in het land bepaalt. Hè. Die hebben de totale controle ook over de bevolking en over de maatschappij. En in de Verenigde Staten. er is sprake van een parlementaire democratie. Dus daar uh, stemmen. De burgers en daardoor wordt er een volksvertegenwoordiging en een regering gekozen. En uiteindelijk doet die regering dus wat de meerderheid van de bevolking wil. En waarin de Sovjet-Unie dus weer alles gelijk wordt getrokken, zie je dus dat in de Verenigde Staten, in theorie in ieder geval, mensen de vrijheid hebben om te stemmen op de partij die ze willen. En ook op economisch gebied zie je die tegenstelling terug. De Sovjet-Unie zegt. hé, hey, als we dus uh, een klasseloze communistische samenleving willen, dan uh, moeten we ook zorgen dat wij als uh, communistische partij de hele economie bepalen. Dus wij bepalen wat er door wie geproduceerd moet worden. En wij, wij nemen ook alle uh, productie, die gaat naar ons toe en die verdelen wij weer over de bevolking. Dus de staat leidt de economie. En de. Amerikanen die gruwen ervan. Want dat betekent opnieuw dat er daardoor geen vrijheid is. Want die Verenigde Staten die willen juist een kapitalistische vrije markteconomie. Iedereen moet een eigen bedrijf, een eigen onderneming op mogen richten. En moet daar geld mee mogen verdienen. En dat geld mogen ze dan ook zelf houden. En in de Verenigde Staten willen ze dus juist zo min mogelijk bemoeienis door de overheid. Nou, je ziet dat dit dus echt tegenover elkaar staat. En de Verenigde Staten zijn ook heel bang... dat de Sovjet-Unie probeert om de rest van de wereld... ook communistisch te maken... waardoor uh, er overal minder vrijheid komt. En andersom is de Sovjet-Unie heel erg bang... dat steeds meer landen uh, kapitalistisch worden... waardoor er een steeds grotere ongelijkheid in de wereld komt. En dit is dus ook de reden... waarom ze dus uh, een hekel aan elkaar hebben... elkaar niet verdragen... en waarom dus die Koude Oorlog ook ontstaat. Ja, en... Dat zien we voor het eerst echt in Europa gebeuren, die Koude Oorlog. Want Europa raakt na de Tweede Wereldoorlog verdeeld in twee invloedssferen. De Amerikanen hebben West-Europa bevrijd hè, vanaf die day. En uh, vanaf die slag met Stalingrad heeft de Sovjet-Unie Oost-Europa bevrijd. En dan zie je dat uh, beide landen eigenlijk hun soldaten na de Tweede Wereldoorlog in Europa laten. En West-Europa, daar komen vooral kapitalistische democratieën. En in Oost-Europa komen zogenaamde satellietstaten. Dat zijn landen die allemaal wel een eigen regering hebben, maar goed, dat worden ook communistische dictaturen. En die communistische eh, dictaturen die staan dan ook nog eens onder toezicht van de Sovjet-Unie. Dus vandaar dat woord satelliet. Satellieten die worden eigenlijk ook op afstand bestuurd. Ja, en die grens die er dan langzaam aan gaat ontstaan tussen West- en Oost-Europa, die wordt ook wel het ijzeren gordijn genoemd. Ja, er hangt dus niet ergens letterlijk midden door Europa een ijzeren gordijn, maar het geeft aan dat er echt een hele sterke grens is tussen uh, hoe het er in West- en in Oost-Europa aan toe gaat. Daar kijken ze gewoon heel anders tegen de maatschappij aan, en die maatschappijen worden dus ook heel anders ingericht. Maar ja, zoals gezegd, ze zijn bang voor de ander, en de Verenigde Staten willen dan ook uitbreiding van het communisme voorkomen. En daar hebben ze een middel voor, de zogenaamde containmentpolitiek. Een container houdt dingen tegen, hè? dus dat is wat containmentpolitiek eigenlijk ook is. Het is economische en militaire steun aan landen die bedreigd worden door het communisme. Om op die manier ervoor te zorgen dat het communisme zich niet verder kan uitbreiden. Dus overal in West-Europa komende Amerikaanse militaire basis. En uh, heel veel West-Europese landen, die krijgen dan ook zogenaamde Marshall-hulp uit het Marshall-plan. Dat is economische steun van de Verenigde Staten. Eigenlijk aan alle Europese landen. Hè. Ze bieden het ook aan de Oost-Europese landen aan. Maar goed, dat zijn satellietstaten aan het worden van de Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie zegt, nee, jullie mogen die Marshall-hulp niet aannemen. Dus uiteindelijk krijgen alleen de West-Europese landen die economische steun. Waardoor ze weer na de Tweede Wereldoorlog een beetje bovenop kunnen krabben.